Hallo iedereen en opnieuw van harte welkom. Ik zou het eventjes willen hebben over de volgende uitspraak. Een goede dag begint met een goede slaap of met een goede nachtrust. Iedereen komt het wel eens tegen dat je 's morgens wakker wordt en ondanks het feit dat je 8 uur hebt geslapen, dat je je toch nog moe voelt. Hoe komt dat dat we dit ervaren? Wel, gedurende de nacht hebben we een heleboel prikkels te verwerken. Ons onderbewustzijn die krijgt de kans om alle prikkels die we gedurende de dag binnenkrijgen, om die te gaan verwerken op een of andere manier. Met als gevolg dat we soms heel angstige dromen hebben of heel avontuurlijke dromen. Of dat we liggen te woelen, dat we zelfs wakker worden, dat we badend in het zweet, in angstzweet wakker worden. Dat zijn allemaal zaken die we, denk ik, allemaal wel eens hebben kunnen ervaren. Nu, die nachtrust heeft wel degelijk een invloed, zowel op fysiek vlak als mentaal vlak en ook zeker emotioneel vlak. En je ziet het heel vaak, wanneer we niet goed zijn uitgeslapen, gaan we anders reageren dan dat we wel goed uitgeslapen zijn. We gaan veel emotioneler reageren, we gaan ook sneller geïrriteerd raken door iets wat er rondom ons gebeurt. En dat zijn allemaal gevolgen van die niet zo'n denderende nachtrust. Nu, hoe zorgen we ervoor dat we gedurende de dag misschien wel evenveel prikkels binnenkrijgen, maar dat we die op een andere manier gaan verwerken? Dat we eigenlijk gedurende de dag externe prikkels die binnenkomen, dat we die gaan observeren, accepteren en ook kunnen loslaten. Dat we gedurende de dag veel meer hebben verwerkt. Wel, er is een hele goede oefening en je hoort mij al een klein beetje aankomen. De hele goede oefening is meditatie. Tijdens meditatie ga je, in tegenstelling tot tijdens je slaap, ga je je relaxatie, dus het gevoel van ontspannen zijn, ga je combineren met een concentratie. En het is net gedurende die concentratie dat je gedachten gaat binnenkrijgen, dat je die gaat kunnen observeren op een zeer neutrale manier, dat je ze gaat accepteren en loslaten. Dat is eigenlijk de bedoeling tijdens meditatie. Pas op, sommige mensen denken dat je tijdens de meditatie bepaalde gevoelens of gedachten, dat je die gaat wegduwen of dat je ze gaat ontkennen, dat je gaat ontkennen dat je ze hebt. Niks is minder waar. Je gaat wel degelijk die prikkels binnen laten komen, maar je gaat er veel bewuster mee om. Je gaat ze herkennen en je gaat ze accepteren en loslaten. Zo simpel is het. Nu, als je tijdens je dag die prikkels herkent, als zijnde ze zijn storend, dan ga je die ook beter verwerken gedurende de dag, waardoor dat je tijdens de nacht veel minder te verwerken hebt. En waardoor dat je automatisch ook op een veel evenwichtigere manier, een manier waarin je in balans bent, ga je kunnen slapen. Dat is het voordeel van meditatie voor een diepere relaxatie en ook voor een betere nachtrust. Zo, nog een kleine tip. Wanneer je in slaap of wanneer je in je bed ligt, kan je altijd de bodyscan oefening eens doen. Je kan van kop tot teen eventjes al je gewrichten, ledematen, kan je eens overlopen, zodanig dat je lichamelijk ook ontspannen bent om aan je nachtrust te beginnen. Zo, probeer het maar eens uit. Het is zeker de moeite waard. En wat we nu gaan doen is eigenlijk hetzelfde van wat ik daarnet gezegd heb. We gaan zo meteen mediteren. En ook hier op dit moment gaan we, als we gedachten laten binnenkrijgen, het is heel normaal dat je gedachten binnenkrijgt, want je sluit je, bij wijze van spreken, sluit je je af
van de buitenwereld. Hè. Je gaat je een beetje afsluiten van de prikkels die binnenkomen. Je gaat ook je zintuigen min of meer uitschakelen, waardoor dat die gedachten de kans hebben om binnen te komen. Die gaan hun kans ook grijpen om binnen te komen. En dan is het opnieuw het moment om die gedachten te observeren, accepteren en los te laten. Dat kan je gedurende de meditatie ook oefenen. En als je tijdens de meditatie het oefent, kan je het ook met je ogen open gedurende de dag, kan je dat met die prikkels die je binnenkrijgt ook gerust uitproberen. Zo, goed. Dan zijn we er klaar voor. Ik toch? We gaan ons goed zetten. Zo, recht rug, je schouders losjes, ook recht. En dan kan je je houding nog altijd aanpassen aan hoe dat jij je op je gemak voelt. En je lichaam leidt je nogal eens vaak af. Dus we gaan ons goed zetten en ontspannen. En dan mag je heel rustig, mag je je ogen sluiten. En alsof er onmiddellijk een spanning wegvalt, zo voelt het ook. Een spanning die verdwijnt van je oogleden en ook de spieren rondom je ogen. Tussen je ogen, onder je ogen, ook naast en boven. Ook je voorhoofd ontspant zich en de rest van je aangezicht. Je kaken, je kin, spieren rondom je mond. Bij sommige mensen verschijnt er zelfs een lichte glimlach op de mond. Je ogen hoeven ook niet helemaal gesloten te zijn. Je mag ze voor 90% ook sluiten. Een lichte opening kan er nog zijn. Moet niet, maar het mag. Alsof het de eerste keer is, gaan we de rest van ons lichaam ook ontspannen. We gaan ons lichaam eventjes helpen om zich volledig te ontspannen. Van het topje van ons hoofd tot de topjes van onze tenen. Heel langzaam, niks geforceerd. We hebben alle tijd. We hoeven ons niet te haasten. We hoeven ook niks te bereiken. Het is gewoon een beetje tijd voor onszelf. Voel het topje van je hoofd. Ga daar gerust eens met je aandacht naartoe. En we gaan heel geleidelijk naar beneden. Langs ons achterhoofd. Voel hoe ook de binnenkant van je hoofd zich ontspant en ook je spieren, alsof je je schedel en je spieren rondom je schedel voelt. We gaan heel langzaam naar onze nekspieren. Deze spieren voelen misschien wat gespannen aan. Herinner je het gevoel van ontspannen te zijn. Ook in je nek en je schouders. Je schouders staan losjes op je lichaam en ontspannen zich. Ook je armen en je ellebogen. Je polsen, je handen en je vingers. En voel ook de topjes van je vingers.
gaan ook de rest van ons lichaam eventjes helpen om te ontspannen. Door met onze aandacht naar onze borststreek en onze rug te gaan. Ga langzaam naar beneden. Langs je rug. Naar je heupen. Je benen, je knieën. Je onderbenen. Je hielen, je voeten. Je tenen en de topjes van je tenen. Heel jouw lichaam voelt zeer ontspannen aan. Het lichaam gaat ons ook niet meer afleiden. We hebben het ook eventjes niet nodig. Dus laten we het los. Adem eens langs je neus, heel diep en heel langzaam in. Adem uit langs je mond. Je kan dit gedurende de meditatie regelmatig herhalen, zo vaak je maar wilt. Ook binnenin hebben we het gevoel dat ons lichaam zich ontspant. Van binnenuit naar buitenuit. Voel bij het inademen hoe nieuwe energie naar binnen komt. En hoe oude energie naar buiten gaat. Bij het uitademen ademen ook oude gedachten, zorgen, gevoelens, die ademen we gewoon uit. We hebben ook in principe geen gedachten nodig tijdens het mediteren. Indien er toch een gedachte naar binnen komt, is dat niet erg. Dat is heel normaal. Dan observeren we die gedachte heel neutraal. Zoals een toeschouwer. En dan laten we die gedachte ook los. Voel ook een soort van leegte binnenin jouw lichaam. Alsof ons lichaam nu eventjes niet gevuld is met beenderen of organen of bloed. Maar dat heel ons lichaam gevuld is met een leegte. Een puurheid, een zuiverheid. Dat zich mengt met de nieuwe energie die je inademt. De oude, die ademen we gewoon uit. Voel ook hoe de ruimte rondom jou heel leeg aanvoelt. Alsof er geen spullen zijn, geen meubels, zelfs geen muren en plafond. Een lege ruimte, immens groot. Het strekt zich uit voor jou, naast jou, achter jou, boven jou en misschien zelfs ook onder jou. Je hoeft niet te panikeren wanneer je een gevoel krijgt die je niet onmiddellijk herkent.
Geniet gewoon, er kan niks gebeuren. Je bent hier veilig. Hier in het centrum van deze immens grote ruimte. Jij zit in het midden van deze plaats. Het enige dat je kan zien is de horizon. In de verte, immens ver. Je hoeft die horizon niet te zien, fysiek met je ogen, gewoon te ervaren. De verte, een gevoel van vrijheid, van openheid, ongelimiteerd te zijn. We hebben ons lichaam als het ware een beetje losgelaten. En het is alsof de leegte van binnen in jouw lichaam zich verbindt met de leegte erbuiten. Dat jij een deel bent, een heel belangrijk deel van dit geheel. Je bent heel duidelijk aanwezig in deze ruimte. Niet mentaal en ook niet fysiek. We laten ons bewustzijn, onze mentale toestand, laten we ook ontspannen. Die hoeft nu eventjes ook niks te doen. Niet te analyseren. Enkel te observeren. Wees onschuldig, zoals een klein kind. En geniet van elke ervaring. Elke ervaring is uniek. Het is ook een uniek moment. Een moment die niet meer terugkomt. We gaan eens volledig met onze aandacht naar onze ademhaling. We gaan de weg volgen van de adem die we inademen. Startend van bij je neus en zo heel langzaam gaan we langs ons hoofd naar beneden, langs onze keel. We volgen onze luchtpijp naar beneden. Tot helemaal aan het einde van de adem die we inademen. Je zal merken dat deze plaats zich bevindt in het midden van je buik. We ademen eens heel diep en heel langzaam en heel zacht. Ademen we in langs onze neus. Voel hoe de adem zich keert in het midden van je buik en adem de lucht uit.
een aantal keer deze adem die je inademt. En voel hoe de lucht je vervoert, die lucht je aandacht vervoert tot in het midden van je lichaam. Precies in het midden. Je neemt als het ware een pootje en je laat je heel langzaam door je inademing vervoeren naar het midden van je lichaam. En daar ga je met je boot aanmeren. En je stapt uit. Je blijft met je aandacht in het centrum van je lichaam. En dan laat je adem of je aandacht op je adem laat je los. Je blijft ademhalen natuurlijk, maar je aandacht blijft op dat punt waar je bent uitgestapt. En daar blijf je met je aandacht. Wanneer je daar je bevindt met je aandacht, kan ook je bewustzijn connecteren en naar deze plaats gaan. Je bewustzijn bevindt zich daar in zijn thuishaven, de plaats waar het zich veilig voelt. En zichzelf kan uitrusten en verfrissen. Zichzelf zuiveren. Je hoeft in principe niks zelf te doen. Je geeft een aanzet en de rest gebeurt vanzelf. Het kan lijken alsof jouw bewustzijn zijn weg zoekt naar je lege middenruimte. Laat het gerust zoeken. Je hoeft jouw bewustzijn niet te helpen.
wanneer je toch afgeleid wordt door een gedachte, kan je deze gedachte gewoon observeren. Alsof deze gedachte van iemand anders is. Je stelt jezelf heel neutraal op. Je observeert de gedachte en je laat ze los. Je gaat niet actief deelnemen aan deze gedachte. Je hoeft deze gedachte, je hoeft er niet op in te spelen of ze op te lossen indien het een probleem is. Je hoeft nu helemaal niks te doen. Ook niet met een gedachte die naar binnen komt. En wanneer je ze hebt geobserveerd, dan zet je ze op een wolk en laat je die wolk meedrijven door de wind. En de wolken maken plaats voor een heldere zon. Een zon die lichtjes straalt, niet te hevig, een heel aangenaam zonlicht. Misschien voel je zelfs een lichte warmte. Je kan je deze zon ook voorstellen in het midden van je buik. Een ronde, egale zon die lichtjes schijnt. Het hoeft geen zon te zijn, het kan ook een maan zijn, of een zeepbel of een kristallenbol die eventjes in het midden van je buik plaatst. Indien dit niet onmiddellijk lukt, je hoeft niks te forceren, maar je kan jezelf een beetje helpen door je het voorwerp voor te stellen vlak voor jou. Je ronde, egale vorm, een heldere sfeer. Je hoeft deze niet te zien met je ogen. Je hebt je zintuigen niet nodig nu. Het is alsof je dit voorwerp aanvoelt. En alsof dit voorwerp heel lichtjes naar binnen komt. Het kan langs je neus, langs je mond of langs je ogen. Het lijkt zelfs alsof je deze sfeer uitnodigt om naar binnen te komen. En wanneer deze naar binnen komt, de contouren van jouw lichaam zijn heel vaag. Dus het is ook heel simpel om deze sfeer naar binnen te laten komen. En dan laat je heel langzaam deze sfeer dalen. Langs je strothoofd. Heel langzaam, alsof een veertje naar beneden valt. Langs je borststreek, zo heel langzaam naar beneden. Tot in het midden van je buik. Sommige mensen stellen zich voor dat ze deze sfeer inslikken.
Sommigen gebruiken hun ogen. Sommigen gebruiken hun neus en hun ademhaling om deze sfeer te laten dalen tot in het midden van je buik. En het is alsof jouw lege middenruimte zich opvult. Je ervaart nog steeds een gevoel van leegte. Maar de sfeer mengt zich met deze leegte. En misschien voel je vanuit het midden van je lichaam een licht, een soort van licht, die uitschijnt langs alle kanten naar heel jouw lichaam. En misschien zelfs ook daarbuiten. Dit alles is een gevoel. Wees niet te streng voor jezelf. Indien je niks voelt of je hebt geen ervaring, wat in principe niet mogelijk is, want elke ervaring is een goede ervaring. Dus je hoeft geen verwachtingen te hebben. Laat je gewoon meevoeren met elke ervaring die je hebt. Durf jezelf over te geven. Durf jezelf de kans te geven om niks te controleren. Er kan je ook niks overkomen, er kan niks gebeuren. Je neemt deze tijd even voor jezelf, omdat je weet hoe belangrijk dit moment ook is. Heel jouw zijn voelt ook heel licht aan. We kunnen dan ook heel even een laatste techniek toepassen. Techniek die ons opnieuw
bewust maakt van onze middenruimte. We kunnen gebruik maken van de mantra Sama Arham. De twee woorden uit de oude taal Pali. En die betekenen precies wat we nu aan het doen zijn. Ze betekenen de juiste manier om het bewustzijn te zuiveren. Je bent niet de zanger van deze mantra, maar wel de luisteraar. Je voelt als het ware de vibraties van de tonen, vertrekkende vanuit het midden van jouw lichaam. En ze verspreiden zich, zoals concentrische cirkels. Sama. Wanneer je met je aandacht in het midden van jouw lichaam je bevindt, dan hoef je in principe geen enkele techniek toe te passen. De technieken zijn enkel een hulpmiddel. Geniet van dit veilige gevoel van met je aandacht in het midden van je lichaam te zijn. En weet dat je ten alle tijde kan terugkeren naar deze veilige thuishaven van je bewustzijn. Je kan gerust gedurende de dag eens oefenen. En zelfs met je ogen open, af en toe eens met je aandacht naar je centrum te keren. Voel hoe deze positieve energie, deze helderheid en puurheid jouw hele lichaam overneemt. Het is ook vermengd met
positiviteit, een goed gevoel die we nu ook even kunnen gebruiken om onszelf het beste toe te wensen. Op vlak van gezondheid, fysiek, maar ook mentaal. Je mag jezelf gerust toewensen om gelukkig te zijn. Vrij van zorgen. We hebben zelfs zoveel energie dat we deze kunnen gebruiken om ook andere mensen het beste toe te wensen. Een goede gezondheid, geen zorgen. Mensen die we goed kennen, om wie we geven. Partner, een goede vriend of je familie. Mogen zij ook gelukkig zijn, vrij van zorgen. Je kan ook een liefdevolle vriendelijkheid uitstralen naar deze mensen om wie je geeft. En je kan deze ook delen met andere mensen die je minder goed kent. Kennissen of mensen uit je straat. Mensen uit je dorp of stad. Mensen die je toevallig tegenkomt. Ook zij mogen gezond zijn, gelukkig en vrij van zorgen. En dan ook mensen uit België, Europa, heel de wereld. Ook zij mogen allemaal gelukkig zijn. Iedereen verdient het om geen zorgen te hebben en vrij te zijn. Je kan zelfs de mensen met wie je een aanvaring hebt gehad of een conflict, je kan zelfs die mensen het beste toewensen. Want vaak zijn conflicten het gevolg van een niet zuiver bewustzijn. Om niet te zeggen altijd. En ook deze mensen verdienen een gelukkig bestaan zonder zorgen. Observeer het gevoel die je nu krijgt. Als gevolg van het delen van deze liefdevolle vriendelijkheid met iedereen. Een gevoel van rust, van evenwicht, een balans. Een gevoel die
jezelf ten goede komt. Waar je de voordelen ook snel kan van ervaren. We komen heel langzaam aan het einde van deze meditatie en we gaan onszelf de kans geven om heel langzaam bewust te worden van onze omgeving. We raken ons bewust van de spullen rondom ons, de kamer waarin we ons bevinden, met de meubels, maar ook met de muren en het plafond. Maar zelfs met deze muren en plafond kunnen we het gevoel van vrijheid toch nog vasthouden. Ongeforceerd natuurlijk. We worden ons ook bewust van ons lichaam, onze romp, onze ledematen en ons hoofd. Je kan zeker nog eens diep in- en uitademen. En we worden ons ook bewust van onze ademhaling. En wanneer je er klaar voor bent, dan mag je je ogen heel langzaam terug openen. Zo, dat was het voor deze week. Ik hoop dat je een goed gevoel eraan overhoudt aan deze meditatie. En dan zien we elkaar misschien volgende week terug. En ik wens jullie nog een zeer mooie tijd. Tot ziens. Dag.